Deze maand zijn we aanwezig bij de première van Blackout. Theo Maas is te zien in Doodslag. Dat is normaal, man. Dat is normaal. Jij doet het niet normaal, man. En BNN Spuiten en Slikken gaat de theaters in. Anonymous. Dat zo dadelijk in Mirjam on the Road. Niet zo heel erg vaak voor in Nederland, maar vanaf deze week is er weer een echte film te zien in de bioscoop. Hallo, dat schatje. Gaat het wel? Hey, liefie, heb jij die ringen nog opgehaald? Ik bel je zo even terug, lieverste. Regisseur Arne Toon heeft op zich nog niet zo'n hele uitgebreide cv, maar des te indrukwekkender zijn de eerste beelden. Zouden we met Tonen onze eigen Tarantino te pakken hebben? Ik ben vanavond tot de première van Blackout om dat uit te zoeken. Hoe zou jij de stijl van Arne omschrijven? Ja, nou, hij wordt heel vaak vergeleken met Quentin Tarantino en Guy Ritchie. Maar ik vind dat hij gewoon heel erg een eigen stijl heeft. Hij kan zich wel in dat rijtje voegen, denk ik. Je denkt in Nederland een actiefilm, dat is misschien een beetje knullig of... Komt een beetje amateuristisch over, maar dat was bij deze film echt niet zo, nee. Ja, het is natuurlijk qua genre is het een spannende actiecomedie. En na de reacties in de zaal is dat volgens mij wel gelukt. Als hij zou moeten, hoe zou je zijn stijl dan omschrijven? Intelligent en humor. En ondanks dat het intelligent is, toch voor een breed publiek. Dus dat is een hele slimme combinatie. Wat doe ik hier? Stole some cocaine from me, I'd like it back. Dan zou je vanmorgen zijn met 20 kilogram wit. Doe nou ook al 20 kilo coke voor jou. Waar is die cocaïne? Ik weet niks meer. Er ligt daar binnen voor tonnen aan stof. Ik heb een soort gat in mijn geheugen. Kan iemand mij gewoon even uitleggen wat ik hier doe? Blijf. Stop eens met pijpen, joh. Komt alleen maar gelul uit je mond. Deze is een hoofdrolspeler in Guy. Dat is een oud crimineel. En die is er helemaal uit. Hij heeft niks meer te maken met het oude wereldje. En op een gegeven moment wordt hij 's ochtends wakker en dan ligt er een lijk naast hem in bed. Dat is best wel gek als je er eigenlijk uit bent. Ja. En dan blijkt dat hij diverse mensen 20 kilo coke verschuldigd is. En Kat en ik komen dan eventjes om de hoek ook nog als zeer onsubtiele geldophalers. Ja, Tarantino is een soort kunstenaar en die houdt geen rekening met bezoekersaantallen, met budgetten. Die gaat gewoon, die heeft een heel raar brein en dat maakt hij gewoon. Maar ja, als je de eerste films van Tarantino ziet, vroegere films, waren ook veel braver. En langzamerhand is hij die rare dingen gaan doen. Ik denk dat als deze regisseur doorgaat, dat het wel zo nog gekker kan worden. Er worden mensen doodgeslagen, geschopt, alles waarvan je denkt, oh god. Wordt allemaal gedaan en ik zit daar hartelijk om te lachen. Beter bekend als cabaretier, timmert de laatste jaren flink aan de weg als acteur. Zijn eerste serieuze hoofdrol was weggelegd voor de thriller TBS. Nu mag ik naar huis. Moet iemand spreken? Ik weet heus wel dat jij dat niet wil. Maar hier is iemand die kan bewijzen dat ik onschuldig ben. Vandaag gaat hier in Eindhoven Maas' nieuwste thriller Doodslag in première. Ik vraag me af wat hem zo aantrekt aan dit soort sinistere personages. Dus kom op, we moeten een bevalling. Nee, jij moet uitstappen en die jongen helpen, man. Kees. Oh ja, kom maar, joh. Kom maar. Alsjeblieft. Er is daar een moeder en een baby zijn aan dood. Hier, man. Doe fucking normaal, man. Geen normaal, jij doet het niet normaal, man. Jij moet fucking normaal doen. Hoe zijn het met de plannen voor New Kids 3? Schijm. Laat zou je het ook al niet tegen me vertellen. Ja, sorry. Ik wil er helemaal niks kwijt over wat we gaan doen in de toekomst. Wordt wel echt tof wat we gaan doen in de toekomst, maar houden we het graag nog even geheim. Was het om met Theo samen te werken? Ja, dat is heel leuk. Ja, het schijnt dat die man cabaretier is, dat wist ik niet, want hij kan soms heel leuk uit de hoek komen. Hij kan erg grappig zijn, dus ik hoorde later dat hij cabaretier was. Maar... Nog tips voor Theo als acteur zijnde? Ja, zeker Theo. Ga zo door en wat doe je nog in Nederland, maar ga lekker naar Amerika. Maar. Dat is de enige tip die ik hem kan geven. Ga je dan met hem mee? Als hij een chauffeur nodig heeft. Hey, zijn jullie wel echt van de ambulance? U lijkt me meer zo'n uitgeluld stel in hetzelfde regenpak. Wat heeft u gebruikt? Niks bijzonders. Geen, nee, niks. Wat
ben jij een lekker ding, zeg. Jij mag mij altijd reanimeren, schatje. Kan ik je anders een keertje bellen? Wat is je nummer? 112? Oh, ze zit op haar knietjes, zo ziet de vrouwtjes toch het liefst. Mevrouw de moslim. Volgens mij is Mekka die kant op. Ik speel Max, een ambulancebroeder. Die in nogal penibele situaties komt, waardoor die iemand moet neermappen en dat loopt niet echt bepaald goed af. Ik speel de cabaretier. Ik nodig hem uit in mijn show. En ik krijg een relatie met hem op een bepaalde manier. En de film wijst de rest. Was je, voordat je hem ontmoet, niet een beetje bang voor hem? Want hij speelt van die duistere types. Ja, hij ziet er ook nog wel best wel imposant uit natuurlijk. Ook qua grootte en... Ik voor hem, hij wel voor mij. Het bleek achteraf. Dat heeft hij ook eerlijk gezegd. En daar hebben we ook over gepraat. En inmiddels is het allemaal goed gekomen. Ben je het echt iets eigenlijk best wel een pussy? Valt wel mee. Hoe bedoel je dat? Ja, het is inderdaad een lange man. En hij straalt ook een beetje... Dat uit zijn ogen dat hij je zo op kan eten. Maar dat valt echt reuze mee. Het is een hele spannende... De gave film waarin heel veel dingen gebeuren. Het is heel fysiek, er wordt in gevochten, er wordt in gevreden, in geschoten. En je wil ook een verhaal vertellen wat gaat over het Nederland van nu. Dus dat is heel complex, maar volgens mij zijn we er wel heel goed in geslaagd. Ja, we leven toch in een beschaafd land, heel veel niet aan. Tot 10 tellen en dan nemen we het pilletje. Ik heb hetzelfde pilletje als jullie. En de rest doet allemaal iets anders. Een van de populairste onderdelen van BNN is natuurlijk spuiten en slikken. Na 6 jaar heeft het programma nu ook haar eigen theatervoorstelling. Ik ben hier vanavond aanwezig bij de première in Amsterdam. En waar ik benieuwd naar ben, is of BNN en theater samen gaan. Vanavond BNN in het theater. Wat denk je? Gouden format? Ja, ik ben benieuwd, joh. Ik vroeg me net nog af van, ja, hoe kan je hier nou theater van maken? Nou ja, we gaan het zien. Er zitten in ieder geval veel theateracteurs in, dus dat moet wel goed komen, denk ik. Wat lief dat je bloemen voor me hebt meegenomen. Ja, ze zijn niet voor jou. Ze zijn voor Geza Wijs. Maar ik gun iedereen natuurlijk die deze voorstelling mee heeft gewerkt heel veel succes. Theater niet een beetje te saai voor BNN? Nou nee, dat denk ik niet. Je kan zoveel verschillende dingen doen in theater. Je kan alles uithalen wat je wil. Dus dat maakt volgens mij helemaal niet uit. Ik ga nooit naar theater. Zij gaat helemaal blanco erin. Helemaal blanco, gewoon. Geen vooroordelen. Ik zie het wel. Wat moet er nu echt in zitten dat jij vanavond denkt van wauw? Nou, ik weet waar het een beetje over gaat. En volgens mij is het een en al wow factor. Het gaat over seks en drugs en met briljante acteurs. Dus volgens mij wordt het heel goed. Ik vond het heel leuk om iets te maken wat zeg maar, een bestaand iets is al op televisie. En van daaruit een theatervoorstelling maken. En dat hebben we nu gedaan. En volgens mij is dat best wel heel aardig gelukt. Maar ik kan dus niet weg bij deze stoel. Je bent het gewoon. De vergelijking is echt alleen maar de naam en het thema. Dus voor de rest blijft er niks van het programma over. We hadden wel mensen in de zaal vorige week bij een try-out. En die dachten dat ze naar een live uitzending van Spuit en Slik kwamen kijken. En die waren helemaal verbijsterd aan het kijken van wat de fuck krijgen we nou allemaal. Het is gewoon, het is voor een andere generatie. Deze voorstelling is voor 20ers en 30ers. En deze voorstelling is niet alleen maar voor mensen die... van theater houden, weet je wel. Ik denk dat deze voorstelling juist de samenwerking met BNN heel veel mensen kan trekken. Precies, omdat ik denk het is heel herkenbaar. Ja. Ik denk dat heel veel mensen van onze leeftijd eigenlijk, dat die zich herkennen in het stuk. Je hebt heel veel mensen die er niet van houden en die nooit naar theater gaan, die naar Dancefilly gaan en naar Lowlands gaan en dat soort festivals. En die mensen, die wil ik eigenlijk hier in de zaal, want die zitten er al wel een beetje in de try-out periode. Maar die vinden dit te gek. Ja, alles aan deze voorstelling is anders als theater normaal in de clichéweg manier gezien wordt. Alles is anders. We komen al binnen en dan staan we al in de zaal dingen uit te delen. We beginnen voor een dicht doek. Dat is ook al heel ouderwets eigenlijk, maar dat is dan nu weer juist heel, heel nieuw. En als het goed is, zit je niet anderhalf uur lang te kijken naar mensen die alleen maar uit hun dak zijn. Maar word je zelf ook meegenomen in die trip en ga je echt van... Van de psychedelische paddo-trip naar een hele opgefokte kooksfeer. En nou ja, dat is een beetje wat wij doen. Zitten jullie op een podium aan een tafel en hebben jullie het over seks en drugs? Dat is een hele beschrijving van de voorstelling. Dat ik een film heb gemaakt en dan ga ik nu vertellen hoe de film gaat. Of eruit ziet. We hebben een decor en dan zie je een ronde tent staan. Achter de achtergrond, dat konijn. Kijk. En we hebben stoelen. En lampen. We hebben stoelen. En een discobol. Stoelen. En die gooien we dan om. En dan gaan we er om mee bouwen. En dan
en dan zeggen we ook nog teksten. En dan zit er een kwinkslag? Nee, het is heel flauw wat te doen. Nee, maar hoe bedoel je? Dat bedoel ik precies zoals nu. Nee, het is de bedoeling dat als je als publiek binnenkomt, dat wij je meenemen en dat we met z'n allen richting een feest gaan. Ja. Dus meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Je wordt er gewoon in meegezogen. Ja. Als en iedereen krijgt een pil voor het begin van de voorstelling. Anonymous. Dat is nu nog illegaal, legaal, omdat het niemand nog weet wat het is. We hebben hem hier. Maar wil je het nog proberen nu het nog kan, dan zou ik nu nog komen naar de voorstelling. Anonymous. Ja. Dus daar begint het al mee. Je krijgt een pil bij onze voorstelling. Ik neem hem samen met jullie.